Hi, welkom op mijn kanaal. Ik zit met mijn handen in zo'n UV-lamp. Want ik ben bezig met nagelstripjes. Van die stickers. Van die, dit zijn gel stickers. Hoe heet dit? Gel nail wraps. Ze zeggen dat je 60 seconden in die lamp moet blijven zitten. Maar op een of andere manier voelt het helemaal niet alsof het hard wordt of zo. Er staat op die verpakking. Ik pak er even één. Er zit hier een papiertje bij. Lekker handig voorbereid ook weer. Remove the dander on the nails. Use clean pad to clean your nails. Make sure your nails are completely dry, oil and free of oil. Select the correct size strips for your nails and tear off. Place it from the cuticle line and press down firmly until there are no bubbles in it. Pay attention not to attach the strips to the nail edge skin. The edge of the nail strip can be gently pushed and flattened with help of a wooden stick. Die krijg je erbij, want je krijgt zo'n setje met een stokje en een veldje erbij. Deze komen van de Temu trouwens. Trim the nail strips close to the nail line with a clipper or a nail file. Nou, dat heb ik dan gedaan met een schaartje, want met een vel, dat is echt. Then cured with UV lamp for 60 seconds. Polish nail edge with a nail file, done. En dan additional tips. Keep the nails away from water for at least 2 hours after applying. Please warm up your hands if you are cold before applying a nail sticker, which would be better glued with warmer hands. Dat is op zich wel leuk dat ze dat erbij zeggen. How to remove. Soak in warm water for about 3 to 5 minutes and remove. Or wet the edge of the nail with nail polish remover and remove it. Warning, the unused nail strip should be put in the bag immediately and avoid drying out after prolonged exposure to light. When using UV lamps to cure it, the unused nail strip need to away from the UV light. Nou, dat heb ik dan niet, want ze liggen bij mij gewoon erop. Maar goed, dan gaan we kijken zometeen. Of dat wat wordt. Ik heb 2 kleuren gebruikt. Deze beetje rosy roze kleur. En deze lichtroze kleur. Beetje nude-achtig. Maar die is echt wel heel licht hoor. Dus dat hier op papiertje. Dus ik heb al mijn nagelspullen hier nu liggen. Ik heb het op 240 minuten staan en het hoeft maar 60. Ik weet niet of dat een goed idee is. Ja, klaar. Het voelt nog niet hard. Nee. Dan heb ik ook nog van deze dingen in het goud en in het rosé goud. Dat ik dacht misschien dat ik er bij eentje zo een dingetje eronder plak. Ik ga eerst mijn andere hand doen. Mijn schaartje. Deze, dit is voor je nagelriemen. Die gebruik ik om het er goed op te drukken. Even kijken. Zullen we die hand hetzelfde doen of gaan we die hand anders doen? Ik ga eerst even. Ik heb ze door midden geknipt, want ik heb korte nageltjes, hè? Kijk. Dus dan neem ik zo'n half stickertje. Dat plak ik op mijn nagel. Zo.
En dan ga ik met de rubberen kant van dat boekenpootje. Oh, trek hem eraf. Lekker handig. Ga ik er overheen tot hij er zo op zit. Hoi Anton. Hey Anton. Hoi. Anton. Ja, en dat wordt nu een probleem. Want ik kan natuurlijk met mijn linkerhand. Is er, schat? Wat is er? Kom eens hier dan. Wil je hallo zeggen? Hm? Wil je hallo zeggen? Nee, maar hallo. Dag mensen. Maar ik had even een knuffel nodig. Jij. Ja. Dat is gek. Ja, moest je even aandacht hebben. Ga je weer lopen? Zo. Ik kan het ook niet knippen met mijn linkerhand. Dus nu moet ik het met... Zal ik gewoon zo'n veldje pakken die erbij zit? Zo'n mini veldje. Dit is heel klein. Ik heb een stukje eraf. Oh nee, nu trek ik hem helemaal eraf. Dat is niet de bedoeling. Schatje. Hallo, heb je aandacht nodig? Hallo. Ja, dan wordt het zo. En dan is het een klein beetje. Ja. Ja, daar worden we niet zo blij van. Maar... Even kijken hoor. Ik wil in ieder geval deze duim. Wil ik een halve en wil ik een lichte hebben. Dus ik wil niet hetzelfde patroontje als hier. Dat vind ik dan een beetje stom. Dus dan knip ik hem hier even door. Dit is natuurlijk wel gewoon niet hoe het hoort, hè. Zo. Een vlieg. Dus dan heb ik hem doorgeknipt. Dan doe ik hem op mijn nagel. Dan gebruik ik weer dat bokkenpootje. Om het ook aan de randjes goed en luchtdicht vast te drukken. Zal ik het gewoon zo laten zitten dat ik het gedroogd heb en het dan veilen. En dan heb ik het zo. En dan moet ik dat veilen. Misschien een beetje dubbel en dan... Echt veilen langs de nagelrand, zeg maar.
Je moet best wel even doorfeilen voordat je het los hebt. Anders heb je dus de kans dat je het los trekt. Ik denk dat ik gewoon te ongeduldig ben hiervoor. En met de blauwe kant veilen. Die is goffer. Oké, die ziet er goed uit. Dan even mijn wijsvinger. Dan doen we die in het donker. Want op mijn andere hand is die heel licht. Oh, wel recht plakken. Dat is lastig, want die vinger is niet recht. Wie heeft dat ook? Dat je vingers een beetje krom zijn aan het einde. Zo. Wat ik net had gedaan is hem dan een beetje zo rond de nagel buigen, zeg maar. En dan met de blauwe kant van het kleine veldje precies de nagelrand gaan veilen. Ja, welke rand wil je anders veilen als je je nagels veilt, zou je zeggen. Oké. Ik zie nog een heel kleintje. Oké, nou, dit werkt wel. Oké. Dan de middelvinger. Zou dat deze kunnen zijn? Nee, die is te klein. Ik had ze dus ook gekocht. Dat was ik eigenlijk van plan. Met een French tip. Maar mijn nagels zijn niet lang genoeg. Dus dan krijg je alleen maar het doorzichtige gedeelte erop. En anders moet ik. En dat is wel een idee hoor. Maar dat niet nu. Moet ik de hele nagel op maat gaan knippen. Ook de onderkant. En de onderkantjes zijn in principe zo gemaakt. Dat ze precies langs je nagelriemen passen. En dan doe ik hem weer dubbel, zo. En dan weer veilen. Oké, je moet even tijd voor nemen. Het is niet zo 1, 2, 3 als dat ze zeg maar graag willen laten doen denken. Maar op zich. En dan ben ik benieuwd hoe lang het houdt, hè. Ik weet, een leuke gel lak met een top en een base coat houdt bij mij 3 dagen of zo. Dus dat houdt sowieso niet heel erg lang. Zo. En dan weer een donkere. Nou hoop ik dat die past. Nee, bij lange na niet. Dus dan moeten we er weer een knippen. Als
je natuurlijk gewoon hele mooie, hele lange nagels hebt, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Ik wou die brede nagel op mijn kleine nageltje pakken, maar dat werkt natuurlijk niet. En dan ga ik weer met mijn bokkenpootje goed eroverheen en goed dat de randen aan de zijkanten zijn geplakt. En goed zeg maar zo vanaf de onderkant omhoog. Zodat er geen lucht meer onder zit. Ja, ik weet niet. Het wordt nog niet hard. Ik ben benieuwd hoe lang dit, of dit wel werkt. Ik heb een UV-lamp van de Silver Crest. Ja, dat is, zat bij zo'n proefset die Dennis ooit als verrassing voor me gekocht had. Voor mijn kanaal. Daar staat ook echt van dat gel bij wat je gelnagels kan doen, zeg maar. Maar dat houdt bij mij ook niet. Deze is goed gelukt, zeg. Of heb ik nou een stukje te ver? Nou ja, goed, weet ik niet. Deze donkere op het kleine nageltje haal ik eraf. Want die was niet goed gelukt. Ja, ik heb gewoon niet meer zo'n klein nageltje. In een lichte kleur. Dus dan knip ik even een heel klein reepje eraf. Van een iets grotere nagel. Ja, hier hebben ze zo'n zijkantje eraf geknipt. Zodat die dan misschien even wat beter past. Ik had die gelstrips voor het eerst gezien bij Make-up bij Martje. En toen leek het me eigenlijk wel makkelijk, maar ik heb een loopneus. Ik had echt zoiets van opplakken en wegwezen. Maar dat is het dus even niet. Je hebt er echt wel even tijd voor nodig. Oké, ik vond het knippen aan die andere hand makkelijker. Maar ja, ik snap best wel dat... Ik ben nou eenmaal niet linkshandig. Misschien is het voor linkshandige mensen dan weer de andere kant op natuurlijk vervelend. Zo zijn ze geworden. Zal ik wat van die rosé dingetjes erop plakken? Denk je dat we dat leuk vinden? Ja, dat vinden we wel leuk. Ah, loopneus. En rosé past op zich wel goed bij... Ik denk dat ik eigenlijk even een pincetje had moeten meenemen. Ik probeer even één af te halen. En dat is dan... Oh, kijk. Kijk, dan gebeurt er dit op het einde. Zie je dat? Dat is toch... Eigenlijk moet ik het even met een pincetje doen. Wat is er, Anton? Anton heeft bij zijn aandacht. Ja. Dan wordt het om en erbij zo. Best grappig, toch? Hij is niet helemaal recht, maar goed. Ik heb hem gewoon niet helemaal recht geplakt. Nou, ik haal hem er wel even af. Ik ga eerst eens even die nagels in het apparaat doen. Kijken wat er dan gebeurt. En misschien kunnen we ondertussen even kletsen. Ik wou zeggen, waar zijn die gouden? Die zijn hier. Want
Wat doen jullie met jullie nagels? Ik ben echt zoekende. Ik wil niet iedere keer naar de nagelsalon en dan 50 euro betalen voor acrylnagels. Hoewel acrylnagels bij mij wel het langste blijven zitten. En als ik gewoon nagellak op doe, dan moet ik dat zeg maar iedere 2-3 dagen. Het kan best wel zijn hoor, dat ik 's ochtends nagellak op doe en dat goed laat drogen. Of meestal doe ik dat 's avonds. En dat de volgende dag de chippen er al afvallen, zeg maar. Dan heb ik het nog geen dag op. En nu had ik laatst uit de nieuwe collectie van Catrice had ik de Extreme Gel Coat geprobeerd en de base. En toen bleef het 3 dagen zitten. En toen was het na 3 dagen weg. En ik heb ook van die gel nagels geprobeerd. Van die soft dingen van Do Nails. En die bleven een week zitten. Voordat ik de eerste floor. Ik ben een beetje zoekende met wat nou. Weet je, het blijft gewoon niet zitten. Ik weet niet wat het is. Ik weet ook niet wat er dan verkeerd gaat. Behalve acryl blijft niks zitten. Ik heb ook wel eens bij een salon echte gelnagels laten zetten. Nou ja, niet dat dit neppe gelnagels zijn, maar het laten doen, zeg maar. En dat blijft ook niet zitten. Dit is het geworden. Ja, het is best grappig. Maar of ik overtuigd ben, is een tweede. Want ik moet eerlijk zeggen, hard zijn ze niet geworden. Misschien komt dat dan nog. Nou, ik weet het niet. Dit is een onderdeel van mijn nagelzoekreis. Ik weet het niet. Bedankt voor het kijken. Laat je tips achter beneden voor langhoudendere nagellak. En zie ik jullie graag de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!